What is the Kunst der Fuge? I think it means a lot of things to many different people. Een meesterwerk van Bach waarin hij ja, eigenlijk de uitdaging aangaat om te laten zien hoe ver je de grenzen van de compositie kunt oprekken om fuga's te schrijven. Ik vind het een soort proeven van bekwaamheid. Ik denk dat als je een goed vakman bent of was in de 18e eeuw, dan moest je in staat zijn om een fuga te schrijven. Alleen de allerbeste studenten van de klascompositie mochten contrapunt en fuga studeren. Ja, een soort apotheose van Bachs variatiecycli. Dus na de Goldberg variaties kon hij alleen nog maar zoiets schrijven. Het is gewoon Bach op zijn allerbeste, waarin alles samengaat. Dus dat mathematische en dat het allemaal klopt en hoe die met spiegelkanons en hoe die mee omgaat, dat zit er allemaal in. Maar alles overheersend is gewoon een ongelooflijk diepgravende componist. Ik bedoel, qua emoties en qua gevoelens. This is very abstract music, you know, in a way. It doesn't. The thing is that there have been lots of interpretations of what this music could be about. The fact is we can't know for sure. But what we can know for sure is the counterpoint, the thematic elements, and how they're combined, put together. Of course, we can play it. We will play it. We are playing it in a way that is as clear as possible. Ik weet ook niet of Bach echt een instrumentatie in gedachten heeft gehad. De klavesnisten zeggen inderdaad dat het alleen maar op klavier of klavieren gespeeld zou moeten worden. Je zou net zo goed kunnen beweren dat Bach het gewoon in het midden heeft gelaten en het aan de speler of de spelers in dit geval. En dan probeer je met een zeker instinct voor die muziek en vooral voor zijn muziek, probeer je een interessante bezetting te maken. Deze combinaties zijn vaak niet voor de hand liggend. Dus ik heb nu net eentje gerepeteerd met violonen. Dus een kleine contrabas eigenlijk. Dan altviool, hobo en trombone, alttrombone. Nou ja, dat is niet één stuk wat voor die instrumentencombinatie geschreven is. Dat bestaat gewoon niet. Toen we dit zouden gaan programmeren van welke stukken van de 18 fuga's zijn geschikt voor gamba's. En toen had Shunske een verdeling gemaakt. En toen kreeg ik dus een duet met name wat heel hoog komt. En ik zei, ja, dat gaat niet, want het instrument gaat niet zo hoog. Ja, en dat is opgenomen door Jordi Saval, luister maar, mooi en alles. Toen dacht ik, ja, het is inderdaad een heel mooi stuk. Dus ik heb dan nu de stemming op mijn gambaatje gezet, zoals die eigenlijk bedoeld is. En daarom kan ik dat nu wel spelen. Dus de bereik is nu ineens veel groter. Maar dat betekent dat ik op de onderste snaren een hele andere stemming heb dan ik gewend ben. Dus ik ben onmiddellijk toen ik dat wist dat ik het zou gaan doen, in maart of april, ben ik als een gek gaan studeren, omdat het echt heel anders is dan ik gewend ben. Omdat bij de Bachvereniging instrumentaal en vocaal vanaf 100 jaar geleden altijd hand in hand zijn gegaan, is het is een groot experiment, maar ik vind het wel heel, heel erg leuk dat nu geprobeerd wordt bij dit zuiver instrumentale stuk toch ook de zangers te betrekken. De toevoeging van de stem is eigenlijk een beetje een experimentele, want het voegt een kleur toe en er is geen tekst. Dus er is wel een zekere spanning daar. Wat ga je dan zingen? Eigenlijk
vormt het zich in de repetities? Dat heeft artistiek leider Shunske ook al gezegd. Van, nou, het is goed om een paar ideeën te hebben. En van daaruit zijn we aan het werken naar wat het beste klinkt op welk moment. Dus er kan een A zijn, of een O, of een O, of een Da, of een Do, of een Do. En er zijn ook hele snelle nootjes. En dan kan het dus daba 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 worden. En wat ook zeer mooi is, vind ik, is het uitspelen van het oudere instrumentarium met het, in de tijd van Bach, moderner instrumentarium. Dus eigenlijk de vioolfamilie, de cello, contrabas, was dan het nieuwere. En de trombone, cornetto, was eigenlijk al heel ouderwets in de tijd van Bach. Hij gebruikte dat nog, maar heel weinig. En de gambas, die zitten daar een beetje tussenin. The fugues, they do develop in complexity. And I try to reflect this, develop like the seed that I talked about earlier, that it starts simple and it grows a leaf and it turns into a branch and then you get fruit. And, you know, that also, you see this in instrumentation. The first block is very homogeneous, you know, strings only, gambas only, wind, you know, singers only, you know. So very, very simple. And then it starts to develop. We start with voice, which is the first musical instrument that ever was. You know, that's the yeah. I wanted to start with that kind of, and then grow, and then before the last fugue, the big fireworks, as it were, where almost all the themes come together to have this complete circle. So we're back to the gambas, and then we go back to the voices. It was very much a risk, but I think it. I mean, having now experienced it, it really adds so much. You know, it gives it that one extra color, the of the human voice that makes it, I think, maybe even more vulnerable or something. You know, we can relate to that very, very well.